ben Maxime, ik ben derdejaars manager wonen op het ID-college in Zoetermeer. Ik ben Sefta Yildiz, ik zit op het ID-college. Het is nu mijn tweede jaar en ik doe manager wonen. Het is een opleiding die je uitdaagt, maar waar je ook in je creativiteit ontzettend goed kwijt kan. Ik heb bewust voor deze opleiding nu op deze school gekozen, omdat het me heel erg aanspreekt om als manager wonen in een winkel te gaan werken en mensen te kunnen begeleiden over het interieur. Leuk dat ik mijn creativiteit kan uiten en dat ik toch het gevoel heb dat ik word uitgedaagd door de theoretische delen, omdat dat echt nog best wel moeilijk is af en toe. Wat ik in de afgelopen 2 jaar heb geleerd is mensen kunnen adviseren over een inrichting, medewerkers kunnen begeleiden in een winkel. Je leert over hoe je een moodboard kunt maken, over kleurkennis, materiaalkennis. Mijn stagebedrijf is Werkelaar Wonen en Slapen. Hier loop ik 3 dagen in de week stage en werk ik als verkoper en help ik het verkooppersoneel leiding geven. Ik vind het leuker aan het stage dat ik zelf bezig ben, wat ik heel fijn vind. En ik vind het leuk dat iedere dag anders is en dat ik niet kan plannen wat er op een dag gaat gebeuren. Als ik klaar ben met mijn opleiding, dan ben ik een manager wonen in een woonwinkel. Ik ben Kevin de Wild en ik zit hier nu op het Zoetermeer ID-college en ik doe retail en fashion. Ik ben Madina. En ik ben Denitsa. En wij doen de opleiding retail en fashion op het ID-college in Zoetermeer. Nou, ik ben daar inderdaad voor deze opleiding gekozen, tenminste in Zoetermeer, voor het ID-college. Omdat de klas wat kleiner zijn, zeg maar, en je krijgt gewoon genoeg aandacht van de docent. En dat vind ik heel, heel fijn. Mode spreekt ons heel erg aan en we zijn heel erg blij dat er zo'n opleiding is. En daarom hadden we deze keuze gemaakt. Kunnen we ons verder ontwikkelen en we leren er heel veel. Ooit omdat ik heel graag verder wil in de mode. Ik wil graag stylist worden en ik wil graag mijn eigen kleding ontwerpen. En ik wil een nieuw idee op de markt zetten en dat is in dit geval duurzaamheid. Ik ben Bram en ik zit op het ID-college in Zoetermeer en ik doe de opleiding Retail en Fashion. Ik loop stage bij mijn netwerk in Den Haag en ik heb deze winkel gekozen omdat de sfeer leek me hier leuk en de kleding sprak me aan. In het eerste jaar moet je 2 dagen in de week stage lopen en in het tweede jaar moet je 3 dagen per week stage lopen. Mijn naam is Anita Wiggers, ik ben docent bij de opleiding Retail and Fashion en Retail and Living op het ID-college in Zoetermeer. Ik ben docent aan het ID-college en ik geef de vakken Living en Modevorming. We proberen leerlingen hier binnen te krijgen die het heel erg leuk vinden om mensen te adviseren om een nieuwe kledingstijl te proberen te kopen. Dus als je in je stage aan het werk gaat en je kunt dit modeadvies goed overbrengen, dan kunnen wij dat op school bekronen met een extra DTEX diploma. DTEX is het opleidingsinstituut voor de fashion in Nederland. En wij proberen die leerlingen dan hier binnen te krijgen om dat een beetje in een lekker rugzakje mee te geven. Ik ben erg van de creatieve vakken. Ik vind het heel goed als de leerling hun creativiteit ontwikkelen. Dus daar let ik heel erg op. Als jij het ook leuk vindt om je kamer te restylen en te veranderen, dan is de opleiding Retail and Living echt iets voor jou. Ik modejaar ook zo leuk. En wil je heel graag verder in de mode, dan is zeker het ID-college Retail and Fashion zeker wat voor jou.